Daar zijn we weer. Hi. Waar zijn we? Dit is Rotterdam. En, het is mooi weer, het is warm, dus geen idee wat het gaat worden. Maar lekker is het in ieder geval. Je werd vorig jaar gevraagd wat een vrij prestigieuze klus is onder de auteurs om dit geschenk te schrijven. Het is een oplage van 400.000 verschenen, ja. Wat een enorme hoeveelheid is natuurlijk. Ja, is een erebaantje neem ik aan, dit. Ik vond het een fantastische eer, want als je ziet wie er voor me zijn geweest en hoeveel er voor me zijn geweest, dan is het prachtig als je daarvoor gevraagd wordt. Ook als je bedenkt hoeveel thrillerschrijvers er nog meer zijn om mij heen. Dus ik was daar heel blij mee. Wat zijn uw verwachtingen van Vector? Dat het heel anders is dan andere boeken staat in de media. Dus ik ben heel benieuwd hoe anders het dan anders is. Dus niet echt een moord, zeg maar een heel ander verhaal. Wat ik net hoorde, dacht ik van hé, ja, dat klopt wel. Dus we gaan met veel spanning lezen. Simon, is het nou om in zo'n grote boekenwinkel als Donner je eigen boeken te presenteren? Nou ja, fantastisch. Heel erg leuk. Ja, plezier, hè? Ja, dat is leuk. Nee, dat is echt leuk. Simon, ga je mee naar Utrecht? Ja, we gaan naar Utrecht. Kom op, gassen. We zijn in Utrecht. We gaan naar de stationshal bij perron 5. Daar zit een splinternieuwe mooie boekhandel. Eens even kijken hoe het daar is, want volgens mij wordt het heel erg leuk. We zijn er. Baantje, ben ik mee opgegroeid. Mm-hmm. En toen ik erachter kwam dat hij ook een deel daarin heeft geschreven, dat wil ik hebben. Dit was dag 3, Utrecht. En kijk voor de andere data www.spannendeboekenweken.nl.